Hoi en superleuk dat je kijkt naar het Jeugdjournaal. We gaan het vandaag hebben over laatste ronde tegelwippen in Overdinkel, Ivitos hardloopkliniek Twentse Smokkeltrail, Wereld Alzheimerdag. Laatste ronde tegelwippen in Overdinkel. Van 23 september tot en met 4 oktober 2024 vervangen wij 1573 tegels door groen. Ze zijn goed bezig. Nog steeds staan we in de pool met Twentse gemeenten op de eerste plaats. Daar zijn we blij mee. Maar we gaan nog even door met tegelwippen. In Overdinkel vervangen we in totaal 143 vierkante meter, oftewel 1573 tegels door groen. Dat doen ze op de volgende locatie. De Hoofdstraat op de kruising met de Dwarsweg. De Sterkerstraat op de kruising met de Verwestraat. De Wethouder Hassingstraat op de kruising met de Verwestraat. En de Veldkamp ter hoogte van nummer 8. Ze voeren deze werkzaamheden uit van 23 tot en met 4 oktober 2024. Het verkeer ondervindt van deze werkzaamheden geen hinder. Ook de parkeerplaatsen blijven gewoon te gebruiken. Ivitos Hardloopkliniek Twentse Smokkeltrail. Van zaterdag 24 augustus tot en met zaterdag 2 november kunnen beginnende hardlopers samen trainen om uiteindelijk 5 kilometer te kunnen hardlopen tijdens de jaarlijkse Twentse Smokkeltrail van AV Ivitos op zondag 3 november aanstaande. De Twentse Smokkeltrail gaat over grotendeels onverhard terrein over de oude smokkelpaden op de grens tussen Nederland en Duitsland door het prachtige Lossense grensgebied. Deelnemers aan de kliniek zullen goed worden voorbereid voor lopen op onverhard terrein en daarbij behorende omstandigheden. Ze trainen op zaterdagochtend en op donderdagavond. De trainingen zijn laagdrempelig, gezellig, sociaal en het past bij een gezonde levensstijl. Al met al de ideale sport voor iedereen die onder begeleiding van ervaren trainers wil werken aan een goede basisconditie en lekker bezig wil zijn in de buitenlucht. Wereld Alzheimerdag. Samen dementievriendelijk.nl biedt trainingen aan voor verenigingen en voor individuen. Niet zozeer voor partners van mensen met dementie. Voor deze mensen heeft de gemeente zelf een cursus, maar vanuit het herkennen en ermee kunnen gaan in de maatschappij. Deze cursussen worden online aangeboden. Ze zijn op zoek naar deelnemers voor beide cursussen. Op donderdag 19 september was er een bijeenkomst en hier was RTV Losser bij aanwezig. En heeft hij van een leuke reportage gemaakt. Deze week besteden we aandacht aan Wereld Alzheimerdag. We zijn hier vandaag in Losser en vinden het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Iedereen is welkom en er zijn allerlei activiteiten, bewegingsactiviteiten en een informatiemarkt. Ja. Dat is van de Alzheimerdag, hè? Wereld Alzheimerdag. Ja. En daarom zijn we uitgenodigd om een beweging te maken, vooral voor ouderen met Alzheimer en dementie. Om die meer in beweging te krijgen als ze wat actiever zijn. Ja, Alzheimer is ook goed voor het brein, dus naarmate mensen meer gaan bewegen, is het ook heel erg belangrijk dat mensen ook zelf ervaren dat bewegen heel leuk is. En nog eens dat het ook super gezellig is dat je het samen doet met elkaar. En het helpt je natuurlijk langer om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het valrisico gaat achteruit. Dus al met al een hele belangrijke dag om zeg maar, vandaag te trainen met Alzheimerdag. Want het is echt goed voor je brein. Dus kom in beweging en pak die 30 minuten per dag. Twee,
En dat doen we tot aan de lukken. Ja, is goed. Is goed, Jurgen. Ik was zo sportief als wethouder, hè. Werkelijk waar. Dan mag ik deze verzet zojuist meegedaan met bewegen. We zijn hier vandaag bezig voor de Alzheimerdag. En wij vinden het heel belangrijk dat onze inwoners met Alzheimer gaan bewegen. Want dat is goed voor hen. Bewegen is voor iedereen natuurlijk goed. En we vergeten wel eens dat mensen met Alzheimer daar ook zich prettiger door voelen, zich beter door voelen, mee gaan doen, ontmoeten. En dat is wat wij willen. Dat ook onze inwoners met Alzheimer zich prettig voelen, mee gaan doen in onze gemeenschap en dat we doen samen met anderen. Dus ik ben ook heel erg blij dat we vandaag deze dag hebben, samen met de Sint Maartengroep, met Fundament, met Karin Hegeland. Samen zorgen wij dat wij die mensvriendelijke gemeente worden. En ik ben enthousiast en ik hoop onze inwoners met Alzheimer ook. Super bedankt voor het kijken naar het Jeugdjournaal. Wil jij nog graag iets zien in Jeugdtalk? Wil dan naar nieuws@rtv-losse.nl of DM me via Instagram @amani.jari. Tot volgende week! Welkom bij het weekoverzicht van RTV Losse. Met deze week afvalbeleid in Losse. We willen graag jouw mening. Fietstas challenge. Ga wat vaker op de fiets. Afvalbeleid maakt pas op de plaats. Het afvalpunt is momenteel een zorgenkindje van Losse. Het moet echt gemoderniseerd worden. Men beschikt onder andere niet over de verplichte vloeistofdichte vloer voor het storten van groenafval. Deze modernisering kan niet op korte tijd gerealiseerd worden. Daarom kunnen Lossenaren vanaf 1 januari groenafval eventueel storten bij een groenbrengpunt van Oldebolhaar op industrieterrein De Pol. Overig afval kan dan ook naar Enschede Oost en Aldenzaal gebracht worden. Deze samenwerking is de enige oplossing. Of zijn er eventueel toch nog andere oplossingen te bedenken? Vragenlijst over jouw mening. Hoe kijk jij naar de lokale democratie in onze gemeente? We zijn benieuwd naar jouw mening. Door middel van een korte vragenlijst vragen we jouw mening over participatie, invloed, controle, procedures en inwonersinitiatieven. Deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Kijk op Facebook bij de gemeente Losse en druk op de link. De Fietstas Challenge. De provincie en de gemeente Losse hebben zich afgelopen week ingezet om meer mensen op de fiets te krijgen. Onder andere met de Fietstas Challenge. Pak wat vaker de fiets wanneer je boodschappen gaat doen en laat dan vaker de auto staan. Het was een mooie dag om mensen dit te laten proberen hoeveel boodschappen je kunt meenemen in je fietstassen. RTV Losse was erbij en maakte het volgende filmpje uit de rubriek Straatpraat. Zo, we staan hier voor de nieuwe rubriek van ons, Straatpraat. Nou, we staan hier voor de Albert Heijn in Losse, met naast mij Irma. Irma Lisberg. Otto. Otto. Ja. Nou, Irma, waarom sta je hier? Ja. Ik ben Irma Lisberg. Ik werk in opdracht van 1420 gemeentes. En die hebben met z'n allen afgesproken dat ze meer willen doen aan het stimuleren van fietsen. Dus daarom hebben we onder andere dit, waar we het zo meteen over gaan hebben, bedacht dat we dat alle 14 gemeentes gewoon eens wilden uitproberen. Dus dat je minder snel de auto pakt. Wat ik zelf al doe, want ik kom vanuit mijn werk, fietstassen heb ik. Ja. Voor 2 dagen kun je makkelijk. Niet voor een hele week, nee. Maar voor 2 dagen kan het. En voor een vergeten boodschapje. Even snel op en neer. Ja. En niet zoeken naar een parkeerplaats. Nu valt het mee, maar op zaterdag leden krijg je niet. Ja, dat kun je beter doen. Nee. Dat is mijn eigen ervaring. Ja. Als iedereen nou zo zou denken. Toch? Dan was het geen parkeerplaats. Nee, kon je er nog een lekker bankje neerzetten. Oh, met een kopje koffie. En iets lekkers. Ja. Nou, en... Mijn naam is Otto en ik ben de bedenker van de campagne in deze vorm. En de campagne waar we het over hebben is de Fietstas Challenge. En de Fietstas Challenge is eigenlijk een activatie waarbij we mensen uitnodigen van ervaar nou zelf hoeveel spullen je in een fietstas krijgt. Ja. Waarom heb ik dat bedacht? Sowieso omdat we graag willen dat meer mensen in Twente gaan fietsen. Want in Twente kan je heel goed fietsen. En niet alleen recreatief, want de afstanden zijn niet per se zo heel erg groot. Net zoals bijvoorbeeld in Losser.
Je kan voor 2-3 kilometer dan prima de fiets. Je bent dus eigenlijk altijd. Eigenlijk. Dan zeggen mensen die met de auto zijn vaak, maar het regent altijd in Nederland. Nou, we staan nu in het bos. Dat het valt wel mee zonnig. Vandaag. Hè? Precies. Ja. En het andere ding is, veel mensen zeggen ja, maar met de auto kan ik niet zo recht veel meenemen. En dat is ook niet helemaal waar. En dat wil ik bij mensen vandaag die lossen en eigenlijk alle gemeenten en regio's te doen, dat laten ervaren. Hoe? Door ze zelf die tas te laten inpakken en te laten. En dan kom je erachter van, hé, het valt wel mee. Ik hou gewoon voor 2-3 dagen wat mee. Er gaat hartstikke veel in die fietstas. Ja. Oh, nou, dus. En dan gaan mensen kunnen zich nu aanmelden vandaag. Ja. En dan gaan ze in die rode fietstassen. Ja. Is die challenge, want die mevrouw is al heel goed bezig. Ja, die is heel goed. Ja. Die denkt, ik propte alles in. Ja, mensen willen graag winnen, want het is naast dat het gewoon leuk is en het is helemaal niet per se een wedstrijd. Maar de gemeente geeft 3 Twente fietstassen weg. En die zijn wel echt, die wil je wel hebben. Ze zijn superleuk, ja. Waterbestendig, zie je? Ja. Ja, speciaal gemaakt, collectors item. Oh, nou, ik ga ook wel meedoen zo, hoor. Ja. Nou, dus wil jullie nog iets meer kwijt over dit item? Of gaan we... Ja. Nou ja, we hopen gewoon, dit is de eerste actie van, ik hoop heel veel, die we daarna nog gaan volgen. Die we met de 14 gemeenten gaan verzinnen. Ja. Maar dat het ook gaat werken, dat er steeds meer mensen de fiets pakken, juist voor de fans. Ja. Ik weet zelf dat ik met de fans afgerijden, maar ik snap het helemaal. Maar vandaag op de fiets komen. Hey. Nou, dat is al een goed begin. 6 kilometer. Kijk, als iedereen nou zo gaat denken, met z'n allen kom je. Ja. Dat geldt voor heel veel dingen. En elke ritje scheelt er één, hè? Ja. Dus ik betrapte mij vroeger ook wel heel snel met de auto. Maar dat doe ik al heel lang. Maar het is ook heel makkelijk, hè? De auto staat bij bijna iedereen op de deur. Ja. Terwijl het misschien ook wel een rare gedachte is, want wij hebben het nu over winkelen. Maar naar de winkel, naar de weekmarkt, maar bijvoorbeeld naar de sportschool. Er zijn mensen die gaan met de auto naar de sportschool en dan gaan zij het warm-up doen. Je kan ook gewoon op de fiets en heb je die warm-up al. Snap je? En dan kun je gelijk aan de kracht. Zo is het, ja. Nee, maar dat is maar voor korte ritjes lekker de fiets pakken. En het is natuurlijk, weten we allemaal, gezonder voor je lijf, maar ook in je hoofd. Ja. Nou, mooi. Dus ik ben benieuwd naar jullie andere uitvoeringen. Misschien wel elkaar. Dat zou heel leuk zijn. We hangen elke keer weer een poster. Jullie hangen elke keer. Ja, ik zag die poster al een tijdje hangen. Dat klopt. Ja. Leuk. En zijn er al veel mensen geweest met de challenge? Ja, dat loopt de hele middag door. Loopt we staan ook al een halve dag. Eigenlijk mensen komen meteen vanwege de muziek en het entourage komen. Staat een meneer in een heel mooi pak. Ja, ja precies. En maar dat wekt daarin mensen worden nieuwsgierig. Die komen kijken en willen meedoen. En als er eenmaal mensen meedoen, dan doen er meer mensen. Dus dat loopt eigenlijk overal altijd wel lekker. Ja. Leuk. Ja. Als mensen dan vanmiddag niet kunnen, of ze hebben, want ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden. Volgende week dinsdag. Oh, dan is het voorbij. Ja, want anders hadden ze morgen nog naar een andere. Nee, we hebben de dinsdagavond op Twente TV hebben wij een uitzending vanaf 6 uur tot zaterdag 11. En wij nemen dit mee met een weekjournaal van NCV Lossen. Ja. En een jeugdjournaal. Dus dan moet je. Deze poster heb ik ook al zelf gezien. Ja. Dus de meeste mensen. Mensen weten het al. Ja, en het stond ook in de krant, heb ik gezien. Ja. En lezen ook heel veel mensen. Ik denk dat het goed is. Ja. Yes. Denk ik wel. Heel veel succes met jullie en het verval van de plannen natuurlijk. Ja? Dankjewel. Nou, dankjewel voor het interview. Dankjewel. Doei. Beste binnen deze mooie Twente fietstas, die is nergens te koop, alleen te vinden. Ja, ik zal het niet alles hoeft erin. Dit is het allergrootste wat we hebben. Dat is een hoeveelheid. Ja, ik wil u wel helpen om te winnen. Nee. Het gaat om een aantal producten. Dus niet hoe snel of hoe langzaam. Dus zoveel als u zelf in de fiets kan krijgen. Nee, waarom niet? En u bent al goed bezig. Ja, fietstas, nergens te koop, alleen hier te winnen. Wij hopen iedereen enthousiast te maken om niet met de auto te gaan tenminste als het kan. En om met een fietsboodschap te doen. Kijk, zijn oude uitzonderingen natuurlijk. Maar soms heb je niet zoveel spulletjes en kun je ook een fiets. En je kan echt heel veel meenemen. We zijn nu aan het tellen hoeveel mevrouw in de tas heeft gedaan. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
32, 31, 32, 33. We gaan nu al naar 33. De fietsstandstellers is hier vanmiddag in Lossen. Het is de enige keer dat we hier zijn. En eigenlijk gaat het alleen maar erom dat we mensen willen uitnodigen. Pak een keer de fiets. Pak de fiets, je kan heel veel meenemen. 39, 40. Ja, mooi, mooi. Dat is een mooie hè. Een heel mooi hotel. Mag ik uw naam en telefoonnummer noteren voor als u gewonnen heeft? Ik vond het wel leuk. Ik vond het een uitdaging. Want ik ga altijd met de fiets en ik vind het altijd wel leuk om te zien. De kaart zit altijd meer in dan zoals ik denk. Maar het gaat er altijd allemaal naar wel in. Dus dat vind ik wel leuk. Dus, Ik denk niet dat Buddy dat leuk vindt, hè? Hey. Een beetje dierig. Vind je het niet leuk, hè? Ben je aan het snuffelen? Ja, jij ruikt eten. Dit is de fietstas challenge. Het is de enige keer dat we in Lossen zijn in de zon. Het is een spel waarbij je op een goede manier kan kijken hoeveel spullen krijg je in een fietstas. En soms bijna evenveel als je in een auto mee kan nemen. In een hele kleine auto dan. De fietstas challenge is voor iedereen. Hallo. Ik zie meneer in een mooi pak staan. Ja, ik zag een mevrouw met een prachtig... We kunnen wel uit. Ja, inderdaad. Met uw onderkant en mijn bovenkant. Nou, dan heb je toch een leuk centje. Vind ik wel. Maar wat is je taak hiervan? Nou, mijn taak is, ik ben presentator en acteur, is om de mensen in ieder geval aan te spreken, uit te leggen wat het is. Houdt in dat je vaak iets vertelt of iets herhaalt, dat hoort erbij, ja. Omdat ja, mensen die net aankomen rijden, die weten niet wat er aan de hand is. En dat is ook soms wel het geval, iemand kijkt, die staat te kijken. Dat is natuurlijk een uitgelezen moment om even naar iemand toe te stappen van, en dan doe ik geen microfoon erbij, dan zeg ik, we zijn dit en dat aan het doen. Vind je het leuk om mee te doen? Ja. Nou, je hebt mensen die zeggen nee, ik niet. Oké, dan weet dat is duidelijk. Dat die wil niet. Ja. En anderen zeggen, oh ja, ja. En soms die zeggen, ah, kom even mee, leuk. Dat is een kwestie van uitnodiging. Voor ons is het natuurlijk leuk als er regelmatig mensen het spel willen spelen. Nou, dat gaat toch lekker door. Ja, dat gaat heel goed. En we hadden net, dat was ook wel weer opvallend, begin van de middag waren er heel veel middelbare scholieren. Die waren allemaal uit. Nou, die vinden dat ook leuk. Nou, is dat de doelgroep? Nou, niet direct. Van de andere kant kun je denken, ja, maar als je ze op het idee brengt, vroeg jongvereniging uitgedaan. En ik moet ook wel zeggen dat de meeste automobilisten, die hebben een soort reden waarom ze dan van ja, maar normaal wel, maar nu, oké, dat kan. En je moet ook niet als een soort priester of met politieagent, weet je, dus ja. Dus daarin moet je ook accepteren dat mensen reden hebben om met de auto te komen. Die in sommige gevallen best vaak ook wel op de fiets komen. Alleen ja, ik zie alleen iemand die met een auto komt. Ja, je kan hooguit zeggen, nou, dit is wat we doen. En ik snap ook wel dat de gedachte, dat is een hele goede gedachte om die uit te dagen. De praktijk is, besef ik wel, niet zo eenvoudig. Want je praat over gewoontes van mensen. Ja, die moet je dan zien te veranderen, hè. Buigen. En dat lukt niet in één keer. Dus dat is soms ook wel de herhaling. Waarbij je als mensen toch weer... Nou ja, er is nu een hele mooie radio- en tv-reclame van een fietsbel. En dan hoor je deze fietsbel. En dan, zo gefietst heet hij, zo gefietst. En het leuke is van, ja, korte boodschap, even fietsen, pak de fiets. Die is heel leuk gemaakt trouwens. Nou, dat hoor je op de radio. Je ziet ons. Nou, al dat bij elkaar, misschien mensen, ja. Het is ook leuk om mensen die wel met de fiets komen en die al vervente fietser zijn met boodschappen. Zeg even, wat goed van je, wat ben je goed bezig? Je bent een voorbeeld voor anderen. Ja, want dat, normaal zal dat niet zo gezet worden. Maar zij zijn toch ook wel de mensen die, ja, die het wel doen. Ja. En dat is ook leuk. En die doen ook het spel mee. En ik denk, ja, hoe meer mensen het doen als voorbeeld, hoe beter. Nou, leuk. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Is dat de hele week nog, hè? Ja, zeker tot en met zaterdag. Okay. En dan hebben we in ieder geval Twente wel met de meeste plaatsen bezocht. Dit was het weekoverzicht van RTV Lossen. Dankjewel voor het kijken en graag tot volgende week.